Yo guys, het is je boy de Tuber met weer een nieuwe mod showcase. Het is niet zozeer een mod showcase, eigenlijk ook weer wel. Ik heb namelijk twee verschillende soorten mods geïnstalleerd. Ik heb al één van die twee mods een keer aan jullie laten zien. Alleen was dat toen allemaal een beetje lastig. Omdat namelijk de mobs in die mod super fucking sterk waren. Daarom heb ik vandaag de benodigde maatregelen getroffen om die mobs wel in te kunnen maken. Ik heb het namelijk, jongens en meisjes, over niemand minder dan de enige echte Herobrine. Voor de mensen die niet weten wie Herobrine is. Herobrine is een beetje het duistere personage in Minecraft. Mensen weten nog steeds niet of die wel of niet echt bestaat. Nou, vandaag bestaat hij in ieder geval wel echt. En vandaag gaan wij hem even een lesje leren. Maar dat gaan we niet gelijk doen. Want ik heb namelijk eerst even een kleine mod showcase van iets wat ik momenteel eigenlijk al in mijn handen heb. Ik heb namelijk een mod geïnstalleerd waarin er een hele hoop explosieven vrijkomen. Niet alleen een hele hoop explosieven, maar ook een hele hoop verschillende soorten wapens. Waaronder de Air Admin Sword, de Fire Admin Sword en de Water Admin Sword. Dit zijn drie verschillende soorten zwaarden van verschillende soorten elementen, oftewel water, vuur en lucht. En dan hebben wij hier nog verschillende soorten dynamietstaven, verschillende soorten lightning staffs en verschillende soorten bommen. Het leek mij heel leuk om hier een video over te maken, omdat ik persoonlijk van mening ben dat het heel leuk zou zijn als Minecraft ook echt wapens zou hebben in het spel. Zoals gewoon echt letterlijk dat je gewoon kunt poppen in Minecraft. Jongens, even een dikke like, want we gaan dus niet alleen maar deze wapens uitproberen, maar we gaan ook vechten tegen Herobrine met deze fucking wapens. Dus doe even een dikke vette thumbs up als jij ook voor mij bent in plaats van voor Herobrine. En let's go man, we got this man. We beginnen met het eerste wapen. Wat is dit voor wapen? Nou, dit is een heel simpel wapen. Ik hoor niet eens wat. Wacht, ik heb misschien mijn geluid te zacht staan. Oh, hij maakt gewoon letterlijk geen geluid. Dit is een soort van machinegeweer. En wanneer je hiermee schiet, dan maak je automatisch de grond kapot. Het is eigenlijk best wel heel chill als je er zo over nadenkt. Want je kunt dit namelijk best wel prima gebruiken om gewoon mee te minen. Het klinkt misschien heel erg raar, want het is een machinegeweer. Daar mine je normaal gesproken niet mee. Ik bedoel, voor het minen heb je een pickaxe in Minecraft. Maar het werkt. En daar gaat het uiteraard om. Als het werkt, dan werkt het. En dan kun je het er eventueel voor gebruiken. Naast het feit dat je er eventueel ook nog mee zou kunnen schieten op mobs. Wat wij natuurlijk zometeen bij de enige echte Herobrine gaan doen. Ik ben heel erg benieuwd of we Herobrine überhaupt in onze Minecraft-wereld gaan krijgen. Ik heb daar op zich nog wel een redelijk goed gevoel over. En ja man, dan zullen we zien hoe dat gaat uitpakken. Hiermee kun je dus eigenlijk gewoon... Ja, het is eigenlijk gewoon een soort van explosief geweer. Waarmee je dus eigenlijk gewoon bomen en alles gewoon kunt weghalen. Je kunt gewoon bijvoorbeeld heel makkelijk op die berg daar schieten. En dan gaat die berg vanzelf een beetje weg. Is op zich wel episch, maar we hebben meer. We hebben namelijk ook dit. Wacht, ik ga even snel wat zombie pigments erbij pakken. Laten we die gewoon even een beetje hier zo spannen. En dan pakken we dit zwaard er even bij. Want dit is namelijk een zwaard met maar liefst 1000 attack damage. En voor de mensen die niet weten hoeveel dat is. Dat is fucking veel. Ik geloof dat een diamond sword 8 attack damage heeft. Dus jullie kunnen zien wanneer je een mob ermee slaat. Vliegt hij ook letterlijk helemaal de andere kant op. Dus ja, het is op zich wel echt een super 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 sterk zwaard. Zullen we gewoon eens even kijken hoe lang het duurt voordat we een paard ermee hebben doodgemaakt. Nou, niet heel erg lang. Hij vliegt namelijk gelijk, net als de pigments, helemaal de andere kant op. Dan gaan we door naar de Fire Admin Sword. Die ziet er op zich ook wel heel erg episch uit. Wel een beetje een rare vorm als je het mij vraagt. Maar wederom, als je daar iemand mee slaat, dan is hij letterlijk in één keer dood. Ik ben daarentegen wel benieuwd hoe dat met Herobrine gaat. Of we Herobrine misschien ook in één klap kunnen doodmaken. Of dat dat toch wat meer kracht gaat vereisen dan één klap met dit zwaard. Maar daar zullen we waarschijnlijk snel genoeg aan achterkomen. Laten we even gaan kijken of hier nog wat meer mobs zijn. Anders spannen we ze gewoon even lekker in. Oké, dan gaan we kijken hoe lang we erover doen om met mijn Fire Sword al deze pigments in te maken. 3, 2, 1. Bam. Bam, 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 bam. Oh my god, jongens. Dit zwaard is zo ongelooflijk OP. Bam en bam. En ze zijn allemaal dood in waarschijnlijk minder dan 10 seconden. Dan hebben we ook nog het waterzwaard. Dat is ook wel leuk om even uit te gaan proberen. Als je daar dus een pigment mee killt, zie je een aantal van die waterparticles vrijkomen. Is op zich wel leuk, maar ja, niet heel erg speciaal zo. Dan hebben we hier de Potionless Dynamite. Ik ben heel erg benieuwd wat er gebeurt wanneer we die gaan gooien. Dus jongens, laten we dat gaan doen. Let's go. Oh shit. Oh shit. Oh shit, gaat er nog een explosie plaatsvinden? Of is het echt letterlijk alleen maar een soort van particles die er naartoe komen? Ik ben een beetje benieuwd wat er gaat gebeuren, jongens. Waarschijnlijk zorgt het ervoor dat mobs doodgaan, of niet? Zullen we gewoon eens een aantal mobs plaatsen? Waarom gebeurt er niks? Oh my god, jongens. Er ontstaat echt een fucking grote rookwolk. Oh my god, holy shit. Dit is geloof ik niet echt, zeg maar, een dynamiet waarmee je een explosie veroorzaakt. Maar dit is meer een dynamiet waarmee je gewoon een ongelooflijk grote rookhoeveelheid veroorzaakt. Want kijk dan hoe fucking veel rook hier plaatsvindt. Het is werkelijk waar insane. Maar oké, dat is dus de Potionless Dynamite. Dan hebben we hier de Fired Dynamite. Ik ben benieuwd wat... Oké, die is wel gevaarlijk. Alleen werkt dat natuurlijk niet ten opzichte van pigments. Want ja, pigments dat zijn natuurlijk... Oh, Cowbrine. Zullen we die gewoon gaan inspannen, jongens? Dat is de koeien Herobrine. Kijk. Ik kan even kijken of ik hem jullie kan laten zien. Oh, waarom kan ik hem niet inspannen? Oh, hij werkt niet mee, jongens. Oké, weet je, dan doen we gewoon even een normale koe.
Zo pakken we een normale koe erbij. Zetten we die neer. Zo, kijk, let op jongens. Dan gaan we voor de grap eens even kijken hoe effectief dat wel niet werkt. Bam, 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 bam. Oh my god jongens, het lijkt hier wel de fucking Nether. Holy shit, dit is insane. Kijk dan. Dit is dus wat de Fire Dynamite kan aanrichten. Als je er natuurlijk een aantal van gooit in plaats van één. Het is echt insane. Als ik het gewoon zo doe, is zometeen waarschijnlijk mijn hele Minecraft wereld gewoon naar de kloten. Oh my god jongens, dit is zo ongelooflijk awesome. Ik vind het eigenlijk best wel cool dat het zeg maar geen explosie is. Maar dat het gewoon een soort van, goh ja, een soort van nastoot is van een explosie ofzo. Want normaal gesproken als er een explosie plaatsvindt, zie je ook vuur. Alleen nu is het 1,5 vuur. De Healing Dynamite. Oh, what the fuck? Deze dynamietje zorgt er dus eigenlijk gewoon voor dat je geheeld wordt. Dus stel voor, ik ben game mode 0. Laten we voor de grap even game mode 0 gaan. Hop, ben game mode 0. Sta ik in de fik, gooi ik deze en dan word ik geheeld. Dus als we nou echt zwaar in de fik staan en dus echt super veel damage krijgen. En we gaan zo direct zeg maar naast zo'n healing dynamite staan. Dan hebben we al ons leven dus eigenlijk gewoon weer teruggekregen. Dus jongens, sowieso een dikke thumbs up voor de healing dynamite. Het zou op zich best wel handig zijn als zoiets in echt Minecraft zou zitten. Het zijn natuurlijk best wel vaak momenten. Kijk, let op, ik ga bijvoorbeeld nu dit doen. Kijk, nu zou je zeggen dat ik dood ga. Nou, ik blijf gewoon lekker bij de healing dynamite staan. En dan kan mij dus eigenlijk gewoon helemaal niets gebeuren. Omdat ik namelijk gelijk geheeld word zodra er een hartje weg is. Dan hebben we ook de nuclear dynamite. En dit is geloof ik een wat heftigere vorm. Ik denk dat het echt zo meteen alles weg is. Of niet? Het ziet er wel een beetje gevaarlijk uit, to be honest. Er ontstaat weer een hele hoop rook en vuur. Maar niet echt een explosie of zo. Of wel? Ik hoor wel een explosie. Ja, oh jawel, laat maar. Er is wel een explosie. Wel een kleine explosie, to be honest. Maar er is wel een explosie. Dan hebben we deze natuurlijk. De gun. Pam, 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 pam. Daarmee kunnen we dus gewoon schieten op mobs. En daarmee kunnen we ze dus eigenlijk gewoon simpel gezegd doodmaken. Werkt op zich best wel goed. Dan hebben we dit. Dat is de lightning staff. En ik heb zo'n idee dat je daarmee bliksem kunt afvuren of zo. Oh my god. Oké, ik had inderdaad gelijk. Dat heeft met bliksem te maken. Oké, nog eentje. Let's go. Oh my god. Waarschijnlijk als je dat bij een big doet. Zo gewoon. Nee, let op. Ik ga een hele hoop biggen neerzetten. Waarschijnlijk veranderen ze dan allemaal in pigments op hek. Dat is echt super grappig om te zien. Let's go. Ik wist dat vroeger helemaal niet dat dat gebeurde. Maar toen zag ik een keer een big, zeg maar, in de bliksem. Oh, was dat nou serieus nog steeds de nuclear dynamite? Oh my god, let op. 3, 2, 1. Kut. Minecraft slaat vast. Waarschijnlijk komt dat door de nuclear dynamite. Oh my god. Oké, moet je nagaan dat dit letterlijk door de nuclear dynamite is aangericht. Het had gewoon letterlijk een minuut nodig om zichzelf te laten exploderen. Maar dan heb je ook wel echt een insane grote krater. Holy shit. Dit is echt insane jongens. Oh my god. Ik vind het altijd zo leuk om te kloten met TNT en andere explosieven in Minecraft. Het is echt insane. Oké, we gaan even kijken wat we nog meer hebben. We hebben de glass launcher en we hebben de glass bomb. Nou, de glass. Wow. We hebben letterlijk zojuist in een seconde gewoon een platform van glas gemaakt. Holy shit. Dit is best wel vet op zich. Als je bijvoorbeeld iets wil bouwen op een glas ondergrond, dan kun je dat dus gewoon op deze manier doen. Maar je kunt het ook echt super hoog maken. Oh my god. Zo kun je gewoon letterlijk een hele grote kubus maken van glas. Kijk dan. Dat is best wel vet eigenlijk. Ik weet niet. Het heeft wel wat. Het is wel leuk om te doen. Nou jongens, dan zijn we nu op het moment aangekomen dat we Herobrine er even bij gaan halen. Want die motherfucker heeft mij de vorige keer ingemaakt. En dat pikken wij natuurlijk niet. Dus laten we hem inspannen. Welk wapen gaan wij ervoor gebruiken om Herobrine in te maken jongens? Dat moeten we natuurlijk van tevoren wel even een beetje weten. Ik denk zelf dat ik het vuurzwaard wil gaan gebruiken. 1000 attack damage is een hele hoop. Dus misschien dat we hem wel in één keer ermee inmaken. Oké, dan gaan we nu game mode 0. Nee, weet je wel. We moeten eerst even een beetje goede armor erbij pakken. Zo, jongens. We moeten natuurlijk wel een beetje goed voorbereid zijn. Wanneer we tegen een beetje, ja, toch wel de eindbaas van Minecraft gaan vechten. Ik vind het wel jammer dat Herobrine niet in echt Minecraft zit. Dat zou op zich wel echt heel erg leuk zijn. Oké, let's go, jongens. Oh, game mode 0. Zo, oké. We eten even een god apple. We spawnen Herobrine. Wat niet lukt, want waarschijnlijk lekt het allemaal nog heel erg. Oh my god. What the fuck? Dit is echt een fucking mini Herobrine of zo. En hij is weg. Oké. Hoort dit? Ik weet niet wat er allemaal gebeurt met mijn Minecraft, jongens. Maar ik geloof niet dat dit helemaal de bedoeling is. Oké, jongens, we gaan het nog een keer proberen. We pakken weer Herobrine erbij. Let's go. We gaan gewoon net zo lang door. Totdat we die motherfucker hebben ingemaakt. Oké. Spawn Herobrine. We pakken gewoon een stack. 2 stacks met Herobrines. Let's go. Is hij er? Oh shit.
Weet je, we maken wel even een andere wereld aan, jongens. Ik weet niet wat er gebeurt met mijn Minecraft, maar schijnbaar heeft Minecraft er niet meer zoveel zin in. Oké, jongens, we gaan het nu serieus doen. We gaan vechten tegen Herogrine. Die motherfucker heeft mij de vorige keer ongelijk gegeven. Die heeft mij de vorige keer ingemaakt. En dat pik ik natuurlijk niet. Dus we pakken weer het vuurzwaard erbij. We pakken Diamond Gear erbij, zodat we een beetje goed verdedigd zijn. Want dat is op zich best wel belangrijk als je gaat vechten tegen de enige echte fucking Herogrine. We pakken Golden Apples erbij. En dan pakken we natuurlijk een aantal van die Herogrine eieren erbij. Nou, jongens, ik hoop dat jullie ready zijn. Game mode 0. We gaan officieel vechten tegen Herobrine. Let's go. Waarom span je weg? Herobrine, dat is niet leuk. Kijk, Herobrine die wil dus gewoon niet met me meewerken. Hij weet dat ik sterker ben. Weet je, dat is helemaal prima. Dan pakken we een andere soort Herobrine erbij. Er zijn er namelijk nog veel meer. Dan hebben we deze Herobrine, die hebben we nog niet uitgeprobeerd. We hebben een Infected Villager Herobrine. We gaan gewoon allemaal verschillende soorten Herobrine spannen. Zo. Oh my god. What the fuck? Oké, let's go. Ik ga vechten tegen Herobrine. Die is dood. De eerste Herobrine is down. Bam. De tweede Herobrine is ook down. Bam. De vierde Herobrine is ook down. Ik hoor allemaal raar geluid. Ik weet niet wat de fuck dit met Herobrine te maken heeft. Oh, daar zijn er weer twee. Boom. Jij bent dood. En de volgende. Boom. Jij bent ook dood. Oh my god, jongens. We hebben Herobrine even een goed lesje geleerd. En ik weet niet wat dit voor dingen zijn. Oeh, dit zijn best wel sterk trouwens. Oh, maar wel dood. Oké, kom op. Let's go. Kom hier, motherfuckers. Kom hier. Bam. Die is dood. Bam. Die is dood. Jongens. Fuck Herobrine. Het waren dan misschien wel mini Herobrines, maar toch. Ik heb ze ingemaakt met een van de sterkste zwaarden die ik ooit heb gezien. 1000 attack damage is natuurlijk ook echt bizar veel. Je kunt daar elke mop in één keer mee inmaken. En dus ook Herobrine. Ik ben blij, jongens. Vond je dit nou een leuke mod showcase? Doe dan sowieso even een dikke vette like. Abonneer op mijn YouTube kanaal als je dat niet gedaan hebt. En laat hier beneden in de comments weten of jullie meer mod showcases op mijn YouTube kanaal zouden willen zien. Ik vind ze super leuk om te maken. Bedankt voor al jullie support. Super awesome. En tot de volgende keer. Adios.